is misschien nog wat vroeg, maar hier achter mij in de gereformeerde kerk in Wieringerwerf is men al druk aan het oefenen voor een uniek kerstconcert. Nou, het kerstconcert wordt gegeven door het projectkoor Hollands Kroon onder leiding van Arwin Kluft en wij gaan alvast een voorproefje nemen. Arwin, dirigent van het projectkoor Hollands Kroon. Hoe is dit tot stand gekomen, dit koor? 3 jaar geleden was ik zelf solist bij deze voorstelling, bij dit stuk, The Promise of Christmas. En toen was ik dusdanig onder de indruk dat ik toen al had gedacht van, nou, als ik zover ben zelf, dan zou ik dit heel graag bij ons in de gemeente willen gaan doen. En toen kwam natuurlijk de fusie van alle gemeentes bij Hollands Kroon. En toen vond ik het eigenlijk een hele mooie gelegenheid om een projectkoor in het leven te roepen en dan dit stuk te gaan brengen. Dus zo is het eigenlijk geboren, dit nummer, dit stuk. Het projectkoor is een nieuw initiatief hier in Hollands Kroon. Doen er ook alleen maar mensen uit Hollands Kroon aan mee? Voor 99% wel. Er zijn mensen die betrokken zijn bij Hollands Kroon. En dat zijn er denk ik 2. Die hebben zich al heel vroeg aangemeld. En omdat we natuurlijk in het begin niet wisten waar we zouden eindigen, hadden we toen zoiets van, nou oké, kom er maar bij. Daarna hadden we al heel snel, want het animo was in het begin overweldigend. We zaten op het moment op aan 100 aanmeldingen. Nou, er zijn er weer afgevallen vanwege vakanties en omdat het op een zaterdagochtend repeteren is. Maar we zitten nu aan de 80 mensen, waarvan er misschien 2 zijn die net buiten Hollands Kroon vandaan komen, maar ze hebben allemaal wel een link met de nieuwe gemeente. En zijn het ook allemaal geoefende zangers of was eigenlijk de inschrijving open voor iedereen die dacht van, nou, dat vind ik leuk, dat wil ik doen? Nou, de inschrijving was open, maar we hebben vanaf het begin medegedeeld dat het zelfstudie was. En dat het met name de sopraan en de tenorpartijen redelijk hoog waren, hoog zijn moet ik zeggen. Dus we hebben ook audiosamples meegestuurd van dit is de hoogte die je moet kunnen hebben. En ik denk dat eigenlijk iedereen wel koorervaring heeft bij andere koren. Nu zijn jullie hier druk aan het repeteren. We hebben net een klein stukje gezien van de 2e repetitie pas en het klinkt echt al geweldig. Ja, nou dat is met die zelfstudie. Men heeft voor de vakantie al het materiaal gekregen, dus alle bladmuziek en alle audio, want we hebben alle audio zelf ingezongen. En dat hebben ze thuis gestuurd gekregen via de mail. En dus ze hebben zelf in de vakantie eigenlijk voorbereidingen moeten treffen om zover te komen. En vorige week hadden we de eerste repetitie en dat was eigenlijk overweldigend van hoe het er al in zat. En dit is de 2e. En ja, je snapt wel, na de 2e kun je nog niet een volledig muzikaal stuk brengen. Maar gaan we slijpen. Dus puntjes op de i, dynamiek, energie, enzovoort, enzovoort. Ik begrijp dat er ook een orkest bij komt om het koor te begeleiden. Ja, en er komt een begeleidingsorkest bij. Dat is samengesteld. Het originele stuk wordt gebracht met een heel groot symfonieorkest met een ritmecombo erbij, enzovoort, enzovoort. Nou, dat kunnen we hier in Hollands Kroon, want we gaan 4 keer in Hollands Kroon gaan we een voorstelling geven. Dat kunnen we niet bergen qua gelegenheden. Dus we hebben bepaald dat A, qua volume en B, qua praktische overweging, moeten we terugbrengen naar ongeveer 15 personen orkest. En dat is een orkestsamenstelling geworden waarvan wij hopen en verwachten dat het toch heel blijft, de muziek. Het stuk op zich, het is een Engels stuk, begrijp Amerikaans. Ik. Amerikaans, ja. Is het alleen zang of is er meer in het stuk? Het is een stuk van 3 kwartier. Het is een soort Christmas passion, een passie. Die gaat 3 kwartier door, dus zonder onderbreking. En daarnaast het wordt aan elkaar verteld door een vertelster.
Die maakt de bruggetjes en er zit ook nog een aantal solisten bij die voor hun solistische partij voor hun rekening nemen. U zijn het 4 optredens. Waar gaan die plaatsvinden en wanneer? Is dat al bekend? Ja, het is bekend, maar ik moet even in mijn geheugen graven. Het is 14 december, als dat op een zaterdag is, is het in Middenmeer in de kerk. En op 15 december is het in Annapolona in de Samenvaartkerk. En dan 21 december is het in de Kloosterkerk in Nieuwenidorp. Mensen kunnen daar al kaarten voor bestellen? Ja, via onze website www.projectkoorhollandskroon.nl kun je gewoon al kaarten bestellen. En we zijn heel blij dat we zelfs al tientallen kaarten hebben verkocht, nu al op voorhand. Dus eigenlijk als je hierheen wil, moet je zwart al heel snel je kaarten gaan bestellen? Ja, dat hopen we wel, maar kijk, er zijn nog genoeg kaarten, maar het blijkt wel dat het begint te leven al. Ik wens jullie veel goede repetities en ik denk dat het een fantastisch mooi stuk gaat worden. En heel veel succes. Dankjewel. Ik weet niet wat u ervan vond, maar ik was danig onder de indruk. Als de tweede repetitie al zo klinkt, nou hoe klinkt het dan in december? Als ik u was, zou ik maar gauw kaarten bestellen.